Is het niet een kat in de zak? Dat vraagt de raadsfractie van de Partij voor het Noorden zich af. De gemeente Groningen heeft vergevorderde plannen om het voormalig biologisch centrum en de hortus in Haren te kopen voor 3,7 miljoen euro. Maar het terrein en het gebouw van de biotoop zijn vervallen met veel half ingestorte bouwsels, instabiele bomen en her en der ligt rommel. Beide terreinen zijn nu van de Rijksuniversiteit, maar die heeft het gebied sinds 2012 niet meer in gebruik en wil er al jaren van af. De Partij voor het Noorden vraagt zich af of het slechte onderhoud wel voldoende meegenomen wordt in de koopplannen. Het is vervallen en het is best mooi om te zien, maar het is niet veilig. Het is, en er is ook asbest zit er ook in en ja, dat is al helemaal niet veilig. De Partij voor het Noorden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Zo vragen ze zich af of het achterstallig onderhoud wel voldoende is meegenomen in de prijs van het terrein. Misschien hebben ze er wel te licht over gedacht, want ja, als er echt asbest zit, ja, dan moet je nogal wat maatregelen nemen om dat op een goede manier eraf te halen. Ja, dit is toch ook veel meer waard dan 3,7 miljoen. Daar kan je toch ook wel wat asbest voor opruimen? Ik weet niet precies wat de prijzen zijn om asbest te verwijderen. Het zou kunnen dat dat wel makkelijk voor die prijs kan. En ook alle andere dingen die achterstallig onderhoud moet worden opgeknapt of weggehaald of verwijderd. Dus het kan best dat het voor die prijs wel kan, maar daar heb ik me niet in, daar ben ik niet in thuis. De partij maakt zich met name zorgen over kinderen die ook op het terrein komen. Als je dus achter in die kooi bekijkt, dan zie je dus dat er dus kinderen in kunnen klimmen. En daar zit dus allemaal dat losse gaas eroverheen. En dat losse gaas, dat is dus ontzettend scherp. En de tweede, als ze op dat gaas klimmen, dan zakken ze er doorheen. Jullie zien het ook een beetje als een onmiddellijk probleem nu, hè? Omdat hier ook bijvoorbeeld ook kinderen spelen. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, het ziet er heel aanlokkelijk uit om daarin te gaan klimmen en klauteren en wat te ontdekken en wat te onderzoeken. En dat gun ik kinderen allemaal. Maar ja, je wil niet dat ze daar veel schade aan oplopen. En ja, dat ziet er nu wel naar uit van dit laten we gewoon zo, van tot het allemaal klaar is. En dat kan eigenlijk niet. Wie is nou eigenlijk op dit moment verantwoordelijk voor het terrein? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ik zou zeggen de biotoop, dat is dan de beheerders daarvan. Carex zou het al zijn. Maar ja, die beheren het alleen. Het is begrijpelijk dat de universiteit zo weinig mogelijk geld wil uitgeven aan onderhoud. Maar het is wel haar plicht, vindt Rien de Koning. Als goede verhuurder dien je je panden goed achter te laten en veilig te laten.